Hele goede avond, dames en heren. Hartelijk welkom bij NAKPRAAT. En het is vandaag toch een klein beetje een speciale uitzending. En waarom die speciale uitzending is, dat is het volgende. 45 jaar geleden, op de dag af, was het zover. En wat was toen zover? Dit. Merkwaardige wijze in de competitie tweemaal van NEC gewonnen heeft. Erg scherp. Wieg, dat scoort! Wieg scoort! Stanley Wieg, een fout van doelman Harry Schelkens. Diewits. Brouwers staat daar. Brouwers, scoort! Brouwers scoort! Een fout in de defensie, zeg. Met nog 16 minuten te gaan, scoort Alt Brouwers daar 2-0 voor NAC. Dat met een rug tegen de muur aan heeft gestaan. Plotseling die uitval. De vrije trap van Dierks. Alt Brouwers is erbij. Het is 2-0 voor NAC. Oftewel, als jullie het niet begrijpen, precies 45 jaar geleden op de dag af was het de bekerfinale tussen NAC en NEC, zoals je dat zo mooi moet zeggen. 2-0 winst. Wij mogen niks zeggen. Ja, dat mogen wij. Hè? En u hoort ze al op dit moment op de microfoon aan de linkerzijde van mij, Marcel van Nes. Goedenavond. En aan de rechterzijde, Leon Dekkers. Dag Sander. Een hele goede avond. Ja, joh. Moesten er toch een klein beetje aandacht aan besteden. Goed dan gedacht. Ja, goed zo. Heel attent. Maar even terug back to reality. Ja. Marcel, wat gaan we allemaal bespreken vanavond? Nou, we hebben een heus draaiboek met daarin de voorbereiding van het komend seizoen is compleet. Ja. En daar gaan we het even over hebben. We hebben natuurlijk een radpol. Ik kijk even op www.derad.nl en dan kun je die radpol nog steeds beïnvloeden. We hebben een ramvolle grabbelton, die pelt echt uit. En we gaan, nou is hij nog in de studio, maar we gaan hem bellen, onze eigen Leon, want die is bij de, die gaat naar de Club van 1912 avond. Ja, ik wil het beste van allemaal, zeg maar. Dus ik wil en een potje radio maken met jullie gezellig en ook nog een paar biertjes drinken bij het Club van 1912 feestje in het Raadvliegstadion. En in het vorige uur je Duitsstalige nummer al mogen draaien. Jouw avond kan niet meer kapot, joh. Ik helemaal compleet, ja. Het is wat allemaal. Jawel. Nee, inderdaad, joh, we hebben ramvol, Marcel. Ja, we zitten echt helemaal vol. En ik heb er wel zin in. Ik vind het jammer dat ik maar de helft kan meemaken. Ah. Maar keuzes moeten gemaakt worden. Hè. Maar we gaan ons best doen om het er eventjes lekker keuzes erin, zijn onderdeel van het leven. Dus we hebben alleen maar goed nieuws in deze uitzending. Yep. Ja. Nou, hebben we nog muziek, Sander? Natuurlijk, want we gaan natuurlijk ons voorbereiden op het aankomende seizoen. Ja. En de vraag is of we daar een klein mirakel bij nodig hebben. En daar hebben Simple Minds ooit eens een nummertje over gemaakt. Oh. Heel.